Klimaat is een hot topic momenteel. De warmte zorgt er bijvoorbeeld voor dat we ook steeds vaker met extreem weer te maken gaan krijgen. In het eerste deel van het jaaroverzicht zagen we hoe de winter zeer zacht verliep en dat de lente zeer onstuimig begon. Ook konden we genieten van prachtige lichtende nachtwolken. In dit tweede deel van het jaaroverzicht kijken we hoe een tornado dwars door Amsterdam trok. En verder staan we natuurlijk stil bij al die warmterecords die gebroken werden. Toch was het niet de hele zomer warm, want juli begon ronduit fris. Op 4 juli vroor het zelfs in Twente. En op 14 en 15 juli kwam de temperatuur niet eens boven de 20 graden. En dat is bijzonder voor juli. Maar vanaf de 17e veranderde het. Er werd een code oranje voor extreem weer afgegeven. Het werd namelijk bijzonder warm. Het was het begin van een bizarre periode. Heel, heel, heel uitzonderlijk. Het is bloed en bloedheet. Dat is niet om uit te houden. Dat record is vandaag echt verpulverd. 24 en 25 juli waren twee bijzondere dagen. Er werden heel veel records gebroken, warmterecords. Waaronder het record der record, de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland. Ook dat record sneuvelde. Collega Ben Langkamp had die dagen dienst. En Ben, hoe ver van tevoren zagen jullie die extreme hitte eigenlijk aankomen? Nou, ruim een week van tevoren waren de eerste weermodellen al met hele hoge temperaturen in de berekeningen. Dus toen begonnen we al een idee te krijgen van nou, het gaat echt heel warm worden. Temperaturen van 30, zelfs boven de 35 graden. Maar hoe het uiteindelijk zou uitpakken, nou, ja, dat wisten we natuurlijk pas vlak van tevoren. Kan je iets over het temperatuurverloop van die dag vertellen? Ja, de temperatuur ging natuurlijk ontzettend snel omhoog die dag, alleen al in de ochtend. En zo halverwege de middag begon het echt spannend te worden. Even voor 3 uur begon de temperatuur al in de buurt van het record te komen. En uiteindelijk, net na 3 uur 's middags, toen gingen we er overheen. Toen werd het 39,1 op de vliegbasis Geelse Rijen. Ja, en toen was dus een nieuw temperatuurrecord in Nederland een feit. Want het oude record, dat stond al 75 jaar. Ja, dat klopt. In 1944, in de Tweede Wereldoorlog, is dat gevestigd 38,6 graden. We hebben er dus 75 jaar op moeten wachten. Ja, en bleef dat record staan toen? Nee, dat bleef niet staan. Uiteindelijk nog zo'n uur, anderhalf uur later, toen ging bij Eindhoven op het vliegveld, ging de temperatuur nog net een klein beetje hoger. Daar werd het uiteindelijk 39,3. Dus ja, aan het einde van die dag stond daar het nieuwe temperatuurrecord op. Het record was door de 39 graden heen, maar de volgende dag werd het nog warmer. Werd het zelfs 40 graden. En er gebeurde ook nog iets heel bijzonders. Ja, dat klopt. De temperatuur ging nog veel verder omhoog. Halverwege de middag ineens consternatie. De temperatuur sprong ineens omhoog op het weerstation Delen. Dat ligt op de Veluwe. Van 38 ineens naar ruim boven de 40 tot zelfs 42,9 graden. Iedereen was in rep en roer. Wij bij Weerplaza. Het KNMI stuurde er gelijk een tweet uit van voor het eerst 40 graden in Nederland. Maar er waren gelijk ook wel twijfels. Want zulke grote bokkensprongen maakt de temperatuur eigenlijk niet zo vaak. En toen werd binnen 10, 20 minuten eigenlijk alweer die meting ingetrokken. En ja, tot de dag van vandaag weten we eigenlijk nog steeds niet helemaal wat er daar gebeurd is. Delen dus geen record, maar werd het record uiteindelijk toch nog gebroken? Ja, dat klopt inderdaad. Zo halverwege de middag, ongeveer een half uurtje na het hele Delen-verhaal, kwam de temperatuur op de vliegbasis Geelse Rijen uiteindelijk weer op 39,5 uit. Dus dan was het record van de dag ervoor was gebroken. Tegelijkertijd, ook in andere plekken in het land, werd het heel warm. De Bilt haalde uiteindelijk 37,5 graden. En de allerhoogste temperatuur van die dag werd uiteindelijk nog steeds op de vliegbasis Geelse Rijen gemeten. 40,7 graden. En als je nou terugkijkt op die dagen, dat moet toch heel bijzonder zijn geweest? Ja, het was natuurlijk een ontzettend bijzondere periode voor mij als meteoroloog om te beleven, maar ook gewoon als mens hier in Nederland om dat mee te maken dat we voor het eerst over de 40 graden heen gaan. Kunnen we nou volgend jaar opnieuw dit soort records verwachten? Nou, elk jaar niet. Althans, in eerste instantie denk ik dat zeker niet. Maar in de loop van deze eeuw denk ik wel dat we een aantal keren vaker die 40 graden ook in Nederland wel weer gaan zien. En ja, dat is eigenlijk wel een teken aan de wand van dat ons klimaat echt aan het veranderen is. Dit zijn temperaturen die we eerder alleen maar in Frankrijk en Spanje zagen, maar nu ook in België, Nederland en ook in Duitsland. Dit zijn wel flinke jongens hoor. Na die extreme hitte eind juli had augustus een serieuze weerdip precies op het moment dat veel Nederlanders hun vakantie vierden. De start was nog warm, maar het middendeel was fris en wisselvallig.
9 augustus was Amsterdam even wereldnieuws toen in het hart van de hoofdstad een tornado werd waargenomen die door velen is vastgelegd. Holy shit. De wervelwind trok deels over het IJ. In de binnenstad werd hier en daar schade aangericht. Een dag later waaide het flink en aan zee kwam het zelfs tot stormkracht. Door de harde wind waren er problemen in Noord-Holland. Veel takken en bomen sneuvelden en een deel van het dak op het AZ-stadion stortte in. Uiteindelijk herstelde augustus zich wel en aan het einde van de maand was er zelfs sprake van een tweede landelijke hittegolf. De festivals die in die tijd werden georganiseerd, moesten weer hun hitteprotocol uit de kast halen. Samengevat verliep de zomer zeer warm, zeer zonnig en op veel plaatsen aan de droge kant. Sinds de metingen zijn er maar 3 zomers warmer geweest. Deze zomer kende In de Beeld 73 warme dagen, 25 zomerse dagen en 11 tropische. Tijdens de zomer werden er 3 zomerse dagen geteld waarop op een KNMI-meetstation ook 50 mm of meer neerslag werd gemeten. De herfst kende feitelijk weinig bijzonderheden en net als in 2018 was er geen herfststorm. Wel was het vaak nat door depressies die langs of over Nederland trokken. Vooral in het westen viel veel regen en dat zorgde hier en daar voor flink wat wateroverlast. Binnen no time stond hier helemaal blank. Echt 30, 40 centimeter water. Ja, er wonen hier allemaal oudere mensen en dat kan natuurlijk dat kan je niet hebben in een bejaardenhuis. Dus daarom is er wat urgentie voor ons hier. Maar we hebben nu de toestand stabiel, zoals dat heet. En we gaan nu kijken om het stabiel te houden. De herfst verliep iets zachter dan normaal. Dit kwam vooral door oktober. November bleef met gemiddeld 6,6 graden een tiende onder de normale temperatuur. En daarmee is het na mei de tweede maand van 2019 die kouder dan normaal is verlopen. De herfst was nat. Regionaal waren er wel grote verschillen, maar alle 3 de maanden verliepen natter dan normaal. Ondanks de nattigheid was de herfst wel iets zonniger dan gebruikelijk. Dit kwam vooral op het konto van september, dat bijna 20 zonuren meer dan normaal opleverde. 2019 zit er dus weer op en het was weer een warm jaar. Een jaar met temperaturen van 39 en zelfs 40 graden werden er gemeten. Dat is nog niet eerder voorgekomen in Nederland. En natuurlijk associëren we die warmte vaak met gezelligheid, misschien ook wel feestjes. Maar toch als meteoroloog baart me die opwarming echt wel zorgen. Klimaatskeptici zullen zeggen dat de aarde altijd periodes van warmte en kou heeft gehad. En daar hebben ze ook gelijk in. Alleen is er een groot verschil. Voor de industriële revolutie, die zo'n 1,5 eeuw geleden begon, waren de veranderingen van temperatuur op aarde geleidelijk en gingen er duizenden jaren overheen voordat er van een significante afkoeling of opwarming sprake was. Nu is sinds het begin van de industriële revolutie de aarde al een graad opgewarmd en dit is rechtstreeks te koppelen aan de enorme toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Fossiele brandstoffen zijn daar de grootste oorzaak van, maar ook de ontbossing zorgt voor een forse toename van CO2. Als we de uitstoot van CO2 niet drastisch verminderen, dan zal aan het einde van deze eeuw de mondiale temperatuur zo'n 2 graden gestegen zijn. Negatieve scenario's houden zelfs rekening met een temperatuurtoename van 3 tot 5 graden. Poolkappen zullen verder smelten of zelfs verdwijnen en de zeespiegel zal verder stijgen. Ook zal het oceaanwater steeds warmer worden. Door al die veranderingen zal extreem weer vaker gaan voorkomen en ook heftiger worden. Je moet dan denken aan grote droogtes, meer hittegolven en natuurbranden, maar ook vaker tropische stormen, extreme regenval en overstromingen. En met z'n allen moeten we er eigenlijk aan werken om die opwarming tegen te gaan. Misschien kan het een goed voornemen zijn om eens na te denken hoe we daaraan mee kunnen helpen. En dus maakt dit cocktailtje misschien net even wat lekkerder. Proost!